Ja, ik zet het wel oké. Okay, ja, dat wel, ja. Laten we daar even over zwijgen. Ja, dat is wel, ja. Mag je van ons, mama. Ah. Ah, ja. Maar ja, dus morgen is het kerstbelstijds, maar wij vieren dat op kerstavond. Dus we gaan gewoon rustig eten, pakjes zoen. Wij spelen altijd zo met de Wii, om zo te zien wie dat zijn pakje als eerste wil opdoen. Dus dat is hier wel naar uit. Ik heb een pakje voor mezelf gekocht. Oh, nee! Nee, maar ik moet dat zo ook, hoor. Dat moet kunnen. Nee, en ik laat het dan nog inpakken, ook. Nee, dat doen wij niet. Wij trekken naam. Oh, nee. Ja, en dan met oud jaar. Als er veel mensen komen feesten bij ons of feestvieren, dan doen we dat. Ja. Maar ik heb wel mijn cadeau die ik al heb gekregen ingepakt. Dus ik heb zo mijn leeg iPhone-doosje ingepakt om toch mijn nieuwjaar iets te krijgen. Oh, nee. Maar je hebt het wel lekker gekregen. Ja, dat is mijn nieuwjaar. Oeh, maar je hebt het pas super lang. Ja, ik wou net zeggen. Je hebt het wel lang. Ja, maar die zeggen ja, anders. Ja, ja, een leeg iPhone. Wat doe jij met kerstmis? Wij kopen meestal zo wat cadeautjes voor iedereen. Ik ben met mama samen en ben onder de bomen. Dan is het gewoon gezellig en goed eten en zo. Dus ja, wij ook. Wij ook. Ja, dat is wel gezellig. Gezellig. Ik ga er mee doen. Dat is gezellig. Wij ook zo. Ja, we zo. Zo veel en zo. Ja, ik weet ook. En zo van die kaas. Zo raclet. Ja. Zolang ik weet dat ik altijd veel te veel eet. In mijn nieuwjaar? Wat gaan we aan mijn nieuwjaar doen? Ja, met mijn zus is het nieuw. Dus mijn nieuwjaar bij ons voor mij. Ah, ja, ja. Morgen is mijn zus twee. Ja, met mijn nieuwjaar heb ik ook goed mee doen. Maar dan gaan we met die nog zo feesten met vrienden. We gaan zo heel avond hapjes doen, want er komt zo familie. Tweelingzus van ons mama en zo, dus dat is wel gezellig. Ik zie die niet zo vaak. Dus. Ah, ja. Dat is met mijn nieuwjaar. Ik vier nieuwjaar altijd met vrienden en vriendinnen. Wij ook. Ik wou naar de Efteling gaan. Jij was strijklop zeker? Ja, sowieso. Nooit geweest. Met oud jaar? Ja. Is dat de moeite? Ja, ik vind dat wel, maar tegenwoordig zit daar echt wel heel veel... Ik moet zorgen dat ik goede reclame maak eigenlijk. Nee, maar ja, ik vind het daar superleuk. Ik zit daar echt elk weekend. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed leuk. Vind je dat belangrijk? Ja. Ja. Maar zeg, hoe is India? Goed. Ah ja. Ik kan het eten. Ik kan het. Amai. Ik zou het echt niet tegen. In het begin was echt drinken, eten, maar na een week was het echt. Je hebt echt strijd gelegen met jullie filmpjes. Ik wist dat. Ja, ik ook. Ik heb ook echt... Maar zeg, jullie hotel, dat was precies wel... Die mens was het wel goed voorzien, hè, bij jullie? Ja, de service was echt... Ik kwam jullie bij alles helpen en zo. Ik vond dat wel zalig. Maar de service was echt goed. Emily en Geert was tussen het bed gevallen. Oh, ja, ik zag je dat. Maar ik heb mij kapot gelachen. Nee, dat was te zwaar, dat bed. En dat was zo... Ja, een stress dat windje. Dan was tussen die boog zo'n plakkaat van achter. En dat bed zo een splitje. Ja. Maar dat was s'avonds al eens, ik had het zo eerst op dat randje gevallen. Ja, en dat is in de chance. Ja, maar ja, Sam zat in, dus dat vond ik niet. Maar we hadden een telefoon in de kamer, als we 66 minuten, dan kwam er altijd iemand naar boven. Ik zo, ja, en die zei zo, laat me net 20 minuten, en ik zo... Ja. En hoe werd dat uitgetest? Eerst een pallenknop eens liggen duwen. En dan nee, dat stond op de menukaart, doe ik 66 en dan kon we eten bestellen. Dus we hebben een week op ons bed gegeten. Ik vond dat mega grappig dat je kruiden op jullie fruit hadden gedaan. Ja, dat ja, was zo grappig. Alles kruiden, alle frietjes ook. Om 3 uur s'nachts. Hallo, 3 uur s'nachts. Frietjes krijgen. Vrouw, frietjes. In het hotel? Ja. Echt zalig. Ze doen dat. Maar dan, en dan was mijn conditioner en shampoo weggegooid. Ja, dat is juist. Wat? Ja, ja. Heb jij hem gezien? En in één keer komen ze daar zo met die zakjes uit de vuilbak. We waren van kamer veranderd. Ja. We dachten van, ze hebben dat niet laten maar doen. Ik was dat vergeten in de badkamer. Oh, nee. En in één keer, ik ga naar de receptie, ik zeg van ja, mijn conditioner en mijn shampoo is kwijt. En ik 5 minuten later zo iets op de zak zitten. Oh, nee. Ja, duurt dat eens een beetje. Oh, ik vond mijn film heel mooi. Oh ja, ik heb er wel even tijd in gestoken. Hè, maar elke dag heel mooi. Heb je live gezien? Dat vond ik ook echt super. Dat is echt zo in de hotel. Ik ben voor mij, maar deelde mijn carrière. Want ik zei altijd goedemorgen tegen al die mensen daar. En al die andere meisjes die ik altijd voorbij. Ik vond dat echt niet lief. Want moest ik zo werken in een hotel, zei ik ook al graag. Maar moet vriendelijk zijn. Nu gaat het komen, denk ik. Nee, dat is nog dus ik vroeg zo voor die livestream of ze dan voor mij, want de ballroom was gesloten, of ze die voor mij open wilden. Dat was kei chic. Het licht hadden ze aangedaan. Dat was kei lief. Dat was echt een supermooi hotel. Maar je zou het ook wel willen. Nee, zeg. Oh nee, ik zit in hetzelfde bed hier.
Maar ik moet volgende week terug. Maar ik vind ze echt super. Ik ga er zelfs een foto van trekken, want ik wil die. Ik heb er al een foto van, mooie. Dan moet jij die bij mij doorsturen, want ik wil die ook. Ik wil die, ja, ik wil die ook. Oh, ik weet, normaal zie ik dat zo kei lang op voorhand wat ik wil, hè, maar nu dus echt niet. Hè. Dus, maar die. Ja, dat is gewoon met je uitgever. Maar dat is gewoon verheerlijk, zo neutraal en toch een beetje feestelijk. Ja, leuk. Voor kerst. Anna, en jij? Je moet ze eigenlijk afdoen van mijn gekleed kunnen. Oh, ik zou daar niet mee kunnen leven zonder dat die hard zijn. Allee, zo hard zoals. Zijn die hard? Nee, dat zijn gewoon mijn. Dat zijn de gewone naalden. En ik heb erin gescheurd. Oh, ik denk dat we er bijna zijn. We zijn dus bijna. Maar ik zat de hele tijd te giechelen. Maar ik had dat nog maar juist ontdekt. Zie je, dat is echt met die hond en zo, dat lijkt. Ja. Nee, echt lelijke mond is van mij gemaakt. En ik wist dat niet. En de laatste dag in India laat hij dat zien aan mij. De allerlaatste nacht. Ik word zitten van dat staat op Facebook. Ja, dat gaat komen. Maar dat staat op Facebook. Ik heb het niet gezien. Dat ze lachen. Dat was Snapchat. Nee, dat is live. En dat wordt nog erger. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb dat juist zo misschien. En je zei zo'n keer serieuze uitleg. Wat was dat live? Ja. Het stopt daar niet bij. Kun je dat met een live video doen? Ja, ik wist dat echt? Niet. Ook niet. Maar opeens komt er zo van, je kunt het niet proberen, een maskers. En ik ben allemaal... Maar die heeft van mij ook zo die dingen, zo van die film, zo met die horens. Ze heeft ze ook zo van mij. Ja, wat was dat? Van Maleficent, dat bedoel je. Ja. Oh, ja. Ja, van die film. Ja. Echt, dat weet ik. En die status niet. De laatste dag komt ze daarmee af. Ja, ik was dat vergeten, zeg. Vergeten. Ja. Maar dat staat op Facebook. Hoe komt dat dat jij dat nog niet hebt gezien? Omdat ik niet al mijn live video's gekeken heb. Omdat het internet daar ook niet al heel... Nee, zo zitten we in TikTok. Echt, dat blijven doen. Super, blijven. Ik was, maar ja, niet serieus. Ja. Zo is dat jij niet eens kon antwoorden. Gewoon zo, ja. Nee. Dus maar ja. Zo bleef kijken, zo. Omdat ja, dat zo. Dus ja, ik heb het toen omgedraaid. Ja, dat was iets gekocht. Okay. Ja. Maar jullie waren de enige met die groen lint, had ik gezien, niet? Ja, heel raar. En de rest? Die hadden we niet. Boutan had ook een lint. Ja, maar dat was een ander soort lint. Maar ook een groene. Raar, en jullie hebben niks. Ja. Precies, Dracula. Ja, echt, maar jullie hebben geen lint gekregen daar met je land op of zo? Nee. Nou, wij wel toen, maar dat was echt ook niet zo de moeite. Ja. Maar hebben jullie allemaal met jullie lintjes al gedaan? Die hangen aan mijn kamer. Die hangen allemaal aan mijn kamer. Zitten in een zakje. Ik heb zo'n paravan. Een paravan. Wat is een paravan? Een paravan is, misschien is dat dat lijkt, maar zo, waar je in de middeleeuws achter komt omkleden. Ah, ja. Dat is een paravan. Ja, een paravan. Ja, dat dialect. Sorry. Ja, dat is snappen. En dan zit zo tussen mijn kast en de ketel. En dan hangt het zo. En jij vraagt dan nog wat dat is. Je hebt dat al gezien en je vraagt me wat er is. Ja, die weet dat, want die zei, amai, je hebt die zo schoon gehangen. Nee, ik heb nog geen plaats voor mij. Ik heb zo'n unicorn aan de muur hangen met haken aan, voor kleren of zo. En ik mag het nog niet ophangen, want mama wilde nog zo'n halve meter kast bij doen voor mijn gala. En weet je wat ik ook super raar vond in India? Die linten die waren open van onder. Ja, die gingen open. En dat was heel lastig, want die schoenen zo uit. Die vielen eruit. Ja. Ik heb de foto waarbij Nathalie haar linten op de grond had. Dat wil helemaal uit. Ik kan je geforceerd dat lint zo schuin houden en doen. Ik denk dat ik zo een speld. Een veiligheidsspeldje gewoon. Ja, maar zo met een linksje erop. Nee, zij had haar eerste lint gekregen en zei tegen mij op podium, ik heb er al een knoop in je hoofd. Ik heb er een knoop in je hoofd. Ja, ik stond bij dat podium, ik heb te lachen. Ze doet zo'n knoop in haar hoofdlintje. Dat is zo typisch. Ik moet dan teruggaan voor nog een rooslint. Ik zo... Nog een knoop. Ja. Wat was dat dan met die Miss Beautiful... Smile and Body, Miss Body Beautiful. Ja, dat is gespeeld. Ja. Hoe ja. Beautiful. Je hebt Beautiful Smile, maar dan de Beautiful Body... Nee, Miss Beautiful Body. Nee, Body Beautiful. Ja, het is oh, is dat echt? Ja. Dat is raar. Ik heb Beautiful Eyes, is wel juist. Ik heb Miss Internet, hoe stom klinkt dat nu? We moeten dat Miss Coaching of Miss Media hebben. Of People Choice. Ja, Miss Internet. Ja, dat is omdat dat dan via Tinder is. Ja. Ja. Ja.
Nee, ja. Dat was wel een maagheid, ja. Zit jij klaar voor iets? Ja. Voor China, ja. China? Ja. Ik dacht dat je naar Malta ging. Oh, in oktober. Ga jij met Tiffany samen dan? Nee. Andere China? Ah, dat zijn er een andere China. Hoe lang gaat je? Een week en een half. Want Tiffany gaat 3 weken. Echt? Dat wist ik niet. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Zonder haar zou ik dat niet hebben overleefd. Ik ga ook alleen. Ik zat daar ook in 3 weken. Alleen van Miss Fashion en er is ja iemand van Nederland bij en ik ga daar samen mee vliegen, maar heb je vliegtuig niet gedaan? Maar dat is toch leuk? We zijn sociaal genoeg om iedereen te leren. Maar dat is toch leuk, want je kunt ook iemand Nederlands swappen bij. Het is heel moeilijk, want ik kon niemand Nederlands praten. Hoe heet die gezien? Miss Bikini 2016. Oeh, amai. Het is in bikini allemaal. Denk het. Ja, wij moesten allemaal bedekt. We hadden geen bikini. Ja, in India mocht je niet. Want met de tube mocht ik niet aan, want dat is geen doel. Mocht niet. Dus ik moest de broek. Ik was nog juist goed. Ja, maar ze zei, your dress is very sexy. En ze heeft best beautiful body gekregen, hè. Dus ja, dat heeft met dat kleed te maken. Dat heeft met dat kleed te maken. Was dat deze dan of nee? Nee, ik had alles sluiten al aan gaan bij mij. Ja, dat was precies een badpak. Ja. Ja, en dan had ze daar een broek onder gedaan. Ook zo licht. Dat dan ook wel goed uitzien eigenlijk, maar je schoenen maakt er nog van. Jawel. Maar zo weinig alles kunt combineren is echt goed, hè? Mm-hmm. Ik was blij, want je mama wel eens pakt, pakt u witte broek mee. Ik zei, mama, zo, pak dat mee. Ja. En dan kwam ik terug thuis. Mama's hebben altijd gelijk. Mama's hebben altijd gelijk. Dat is waar. Zo, Tina, ik heb het u gezegd, hè? Ja, dat is sowieso. Dat is alleen naar China, dus weer wel niet. Oh, hoe lang is dat vliegen? Ik zou lang, hè? Lang is het. Ik ben 21 uur en kijk, mijn papa gaat soms naar China voor zijn werk en die moet dan meer dan 2 uur vliegen. En wij hebben al gezaagd, hè? Wij hebben al gezaagd. Hoe lang hebben jullie? 9 uur. En wij hebben echt gezaagd. Gezaagd. Wij hebben al gezaagd. Wij hebben al gezaagd. Oh, waar hier, knippen ze er best op. Ja! Je gebruikt gewoon een ander werkwoord, Nathalie. Iedereen, en dat is al onze leerkracht. Denkt, we hebben al gezegd, we hebben gezegd. Oh, dat is wat. Ja, maakt niet uit. Ja, ik het weten. Was lang vliegen. Ik was gewoon lang onderweg, want ik had een tussenstop van 2,5 uur. Oh, 3 uur in Istanbul. Nu, ik heb dat wel geshopt en zo. Maar ja, Victoria's Secret. Maar wij zijn zo een uurverschil. Dat is een groot uurverschil. Ja, maar dat is heel raar ook, want mijn route is 1 uur later. Nee, wacht hè. Ja, is 1 uur later dan hier, maar Turkije is 2 uur later dan hier. Dus ik ging, maar ik China ging, is ik ging van Beirut naar Turkije. Wij 5,5. Wij hebben op de uren van België geslapen. Ja, we hebben op de uren van België geslapen. Ja, we gingen om 5. 5 uur. Echt? S'morgens gingen wij slapen en wij stonden op om 3 uur. Ja, ik kreeg zo'n Snapchat dat die warme chocomel aan het drinken waren op hun kamer in het donker. En mij ons was zo smiddags of zo, pas onderweg naar school. Ik dacht echt, deze klopt niet. Ik heb nooit een link gelegd. Ja, ik heb wel, want toen heb je dan ook naar u in de Ja, ik heb dan naar u chocomelk. Ja, ik vond dat echt, ik vond dat echt heel raar. In Beirut vond ik nergens warme chocomel, ook zoiets. Die hadden nergens zo echt zo melkchocola en ook geen chocolademelk. En ik had toen een restaurant gevonden en ik was mega blij. Meisjes, we hebben nog pakjes voor jullie. Die mogen jullie nu openen. Ja. Ik zie dat ik dat niet terug heb. Ik ben eerst, denk ik. Altijd eerst in zo'n manier. Ja, ik zie je dat wel eerst. Ja, ik ben dat wel laatst. Ik ben dat kan maar niet. Ik heb dat altijd zo in. Oh mijn god. Ik heb dat wel niet. Ik heb dat wel niet. Ik heb dat wel niet. Oh, mooi. Oh, wat zie je dat dan? Kijk, hier is het zo smaak. Ik zit hier met dat lastig en zo aan het spullen. Dankjewel. Dankjewel.